Hoogwater in de Lek en Nederrijn. En ophef over onderzoek Universiteit Utrecht. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Flinke regenval in Zuid-Duitsland en Zwitserland zorgt voor hoog water in onze rivieren. Het water in de Nederrijn en de Lek staat maar eens in de 5 jaar zo hoog als nu. Verslaggever Lisanne Rutgers is in Wijk bij Duurstede. Lisanne, hoe is de situatie daar? Nou, Rob, kijk maar. Het is hier behoorlijk nat. Normaal gesproken is dit een parkeerplaats waar de auto's veilig en droog kunnen staan. Maar nu, als je wat die kant op kijkt, dan zie je dat die meisjes flink natte voeten krijgen in hun poging om hier een rondje te fietsen. Het is behoorlijk diep geworden. De laatste keer dat het zo diep water hier stond, zo hoog, was in 2011. Het gebeurt ongeveer 1 keer in de 5 jaar. En nu is het dus 7 jaar geleden dat het zo hoog was. En op de meeste plekken in de provincie gaat het goed. Maar op sommige plekken, zoals hier, krijg je natte voeten. Aan de Nederrijn in Renen ligt restaurant Moeken. En daar merken ze als eerste dat het water stijgt. Voor onze begrippen staat het wel echt hoger dan normaliter. Want normaal hebben we hier een heel groot parkeervak daarvoor. En die staat nu gewoon onder water. Het hoge water geeft ook hele mooie plaatjes. En daar komen bewoners van Renen hier onbezorgd van genieten. Er is hier ruimte genoeg om dat water kwijt te kunnen. Dus ik maak me geen zorgen. Echt niet. Ondanks dat het water steeds dichterbij komt, maakt ook Jenneke zich nog geen zorgen. Het is wel dat je wel denkt van oké, wanneer en hoe ver gaat het, hoe hoog wordt het. Dat is wel spannend en dat wacht je dan wel. Ja, dat moet je afwachten. Ja, best spannend dus in Renen. We gaan terug naar Wijk bij Duurstede, naar Lisanne. Kun je ons vertellen welke maatregelen er worden genomen? Ja, het waterschap is er druk mee. Ze hebben onder andere de stuwen bij Amerongen en bij Hagestein wagenwijd opengezet om zoveel mogelijk water door te laten, dat het weer weg kan stromen. En wat ze ook doen is dagelijks alle dijken controleren. En wat is precies de verwachting? Blijft het water nog doorstijgen? Het blijft inderdaad nog een tijdje doorstijgen. De verwachting is dat er een piekmoment komt op woensdagochtend. Dan is het water dus op zijn hoogst. Maar voordat dat dan hier bij ons in de provincie is, ja, dan hebben we het eigenlijk over donderdag. Dus ik ben benieuwd of ik dan hier nog zou kunnen staan. Nou, doe in ieder geval voorzichtig daar. Lisanne, dank je wel. En zometeen in U Vandaag praten we uitgebreid verder over het hoge water en wat er allemaal aan gedaan wordt. De Universiteit Utrecht heeft een boze brief gekregen van oncologen. De artsen die kankerpatiënten behandelen snappen niet dat een onderzoek van de universiteit naar illegale tabakshandel wordt betaald met geld van sigarettenfabrikant Philip Morris. Wie sigaretten zegt, zegt Philip Morris. En die grote producent van tabaksproducten heeft budget voor wetenschappelijk onderzoek. Maar daar maakt eigenlijk geen enkele grote universiteit gebruik van. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Oncologie. De vereniging vindt het daarom ongehoord dat een gerenommeerde universiteit als de UU dat geld wel voor onderzoek gebruikt. Dus belandde een brandbrief op de mat van de universiteit. De universiteit moet die band verbreken omdat ze geld accepteren van een industrie die echt heel veel doden op het geweten heeft. 20.000 Nederlanders gaan er per jaar dood aan het roken. Het onderzoek gaat niet over de gezondheidseffecten van roken. Een hoogleraar strafrecht wil kijken naar de wetten die de illegale handel in tabak moeten voorkomen. Het bestuur van de universiteit heeft nog wel vragen gehad over de financiering door Philip Morris. Maar vorig jaar heeft het onderzoek toch groen licht gekregen. Een grote fout, zegt de Vereniging voor Artsen die kankerpatiënten behandelt. Want hiermee zorgt de Universiteit Utrecht voor imagoschade. Ik denk dat het niet alleen het eigen instituut beschadigt, zeg maar de Universiteit van Utrecht, maar ook het Universitair Medisch Centrum. Maar waar het ons als vereniging vooral om gaat, is natuurlijk ook het imago van de wetenschap. Wetenschappers liggen toch al onder een vergrootglas. We moeten iedere vorm van belangenverstrengeling zien te vermijden. Nou, de universiteit heeft zojuist gereageerd. In de toekomst zal er geen onderzoek meer betaald worden door Philip Morris. Zo zag de parkeergarage van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort er vannacht uit. De boosdoener was een geparkeerde auto die vlam had gevat. De rook kwam ook in de centrale hal van het ziekenhuis terecht. Niemand is gewond geraakt.
En om dit soort knallen zijn er 4400 klachten binnengekomen uit de provincie Utrecht bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Het gaat vooral om schade en geluidsoverlast. En bijna een derde van die meldingen kwam uit de stad Utrecht. Landelijk zijn er 53.000 meldingen binnengekomen. En ook in 2018 is er een cold case kalender. Dat is een kalender van onopgeloste moorden, overvallen en vermissingen. De politie hangt hem op in gevangenissen. En vanaf dit jaar komt de kalender ook bij de reclassering te hangen. En mogelijk later ook in TBS-klinieken. Utrechters protesteren tegen de verbouwing van het Universiteitsmuseum. Ze zijn bang dat het karakter van het gebouw te veel aangetast wordt. Het museum wil verbouwen om ruimte te bieden aan het flink toegenomen aantal bezoekers. De initiatiefnemer van de petitie is nauw betrokken geweest bij de eerste verbouwing van het museum. En hij is fel tegen het nieuwe plan. Ik vind het ontzettend mooi, wat ik zei, een van de mooiste gebouwen in de binnenstad. Een mooiste moderne gebouwen in de binnenstad. Ik heb er slapeloze nachten van. Ik vind het vreselijk. De petitie is zo'n 250 keer ondertekend en volgende week wordt die aangeboden aan de gemeente. Onze regio heeft veel prachtige landgoederen. En Utrechts landschap zorgt ervoor dat die plekken er ook goed bij liggen. Maar ze kunnen het zelf niet allemaal meer aan om het netjes bij te houden. Dus helpt vanaf vandaag een groep vrijwilligers mee. Om zo de historie van de landgoederen in ere te houden. De hoepelrok, een prachtig maar ook onhandig stukje kleding. Want het ding is breed. En daarom moesten de lanen op je landgoed er vroeger goed bij liggen. Strak en breed. Wat mij wel eens verteld is, en dat kun je ook nameten, dat je lanen had waar bijvoorbeeld twee hoepelrokken naast elkaar konden lopen. Maar je had ook lanen waar drie hoepelrokken naast elkaar konden lopen. Dus je kreeg je vriendinnen op de thee. Nou ja, en dan afhankelijk van met hoeveel vriendinnen je was, pakte je die laan of die andere laan. En in die dagen huurde je voor het onderhoud van die hoepelroklanen een tuinman in. Maar in 2018 heb je daar vrijwilligers voor, zoals Gerard. Nou, lekker buiten bezig zijn is gewoon lekker. Als ik dit vandaag niet doe, dan zat ik waarschijnlijk in mijn eigen tuintje. Dus dat maakt helemaal niet zoveel uit. Een groep van 35 mensen gaan de landgoederen van Utrechts landschap af om mee te helpen met klusjes. En je moet het ook een beetje afwisselen, hè? Ja, als je 8 uur aan het harken bent en... Dan zeg je, nou, ik ga geen hark meer zien. En je zou juist zeggen, daar huur je mensen voor in. Maar daar is geen geld meer voor. Je kunt je voorstellen dat vroeger huurde je iemand in voor 2 cent per dag. Of 1 cent per dag. Dus je kon makkelijk 40, 50 man op zo'n landgoed laten harken, laten schoffelen, noem maar op. En vandaag de dag zijn gelukkig de lonen veel beter geworden. Maar daarmee wordt zo'n landgoed onderhouden wel heel erg duur. En daarom helpt onder meer Gerard mee om dit er allemaal piekfijn uit te laten zien. Ook wel lekker als je niet na hoeft te denken, hoor. Wij zijn ontzettend blij met die mensen. Want daardoor kunnen we die landgoederen houden zoals ze vroeger ook waren. Goed onderhouden en hoepelrokvriendelijk dus. Nou, zo is het maar net. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt, blijft wel droog. Het is dan maximaal 6 graden. Tot zover uw nieuws, maar blijf kijken, want na de reclame... dan hebben we het over het hoge water bij ons in de rivieren. Collega Margreet is hier om te praten over de Utrechtse wijk Overvecht. En we hebben bijzondere objecten uit de Eerste Wereldoorlog. Zo bijzonder zelfs dat je er handschoenen voor aan moet hebben... En Gert Kruis is hier, want het is dan misschien wel winterstop, maar er gebeurt veel bij Utrecht, hè? Van alles. Zo is het. U hoort het zo meteen, hier in U Vandaag.